Een hele goede morgen allemaal. Welkom in Oplo bij het Sint-Matthias-gilde die vandaag hun gildedag houden. Wij houden de gildedag ter ere van het 370-jarig jubileum. En we krijgen vandaag daarom ook allerlei mensen op bezoek. Waaronder ongeveer 30 gildes uit de omringende dorpen. Het is de gildedag van de kring Land van Kuik. En we hebben allerlei acties en zaken op programma staan. Waaronder een optocht, waaronder wedstrijden, het slangendefilé. En we hebben ook een prachtig programma in onze feesttent met een mooie band. De afgelopen weken is er hard gewerkt door alle gildeleden. En zeker de afgelopen dagen. Het zal een warme dag worden, maar wij gaan ervan uit dat alles helemaal goed gaat komen. Geniet ervan. We zitten momenteel bij de koffietafel. Als je rondkijkt, dan zie je een bijzondere gezelschap van allerlei bonte mensen. Allemaal verschillende rangen en verschillende standen. We zien de koningsparen, we zien de kapiteins, we zien alle hoofdmannen. En we gaan eens kijken of we iemand kunnen tackelen om een paar vragen aan te stellen. Hallo Chris. Zou je ons en de kijkers thuis kunnen uitleggen waarom jij er anders ziet als wij? Nou, dat is, ik ben de heilige Sint Matthias van het Matthiasgilde hier in Oplo. Hier in Oplo is alles naar de Sint Matthias genoemd. En voor de meeste oud-katholieken, die weten heel erg goed wie Matthias is. Iedereen weet, er zijn 12 apostelen en ik ben de 13e apostel. En dat komt omdat Judas heeft Jezus verraden. En toen is Judas uit het genootschap van de apostelen gezet. En daarvoor in de plaats is de heilige Matthias gekomen. Dames en heren, misschien toch even iets over de gilde. Want jonge mensen vragen wel eens aan mij, wat is dat nou zo'n gilde? Nou, dan vertel ik ze dat die gilden verankerd zijn in de vezels van onze nationale geschiedenis. En dat ze ook een blijvende invloed hebben gehad op de ontwikkeling van ons land. Met de traditie, dat weet u natuurlijk, die eeuwen teruggaat, hebben de gilden niet alleen de ambacht en de beroepen gevormd, maar vooral ook de waarde van kwaliteit, vakmanschap en gemeenschap. En de oorsprong van de gilden, vertel ik dan aan de jonge mensen, die dateert uit de middeleeuwen. En toen de ambachtslieden zich begonnen te organiseren om hun belangen te beschermen en om de kwaliteit van hun werk ook te waarborgen. Ik ken deze variatie alleen maar als rood kapje, maar waarschijnlijk hebben jullie een andere functie. En welke is dat? Markentensters. Markentensters. Zoetelaars, noem ik het ook wel. En dat is? Ja, van vroeger uit eigenlijk de verzorging van de heren. Vroeger hadden we nog stokbrood en fles wijn, maar dat hebben we niet meer. Maar nou een fles water voor de hitte, maar dat hebben we niet meer. Het is wat. Het is afgelopen met de tradities. Ja.
Kijk, je hebt tot 19 personen, heb je een gemeentesvereniging. En dan ga je tot 28 personen, dan heb je dan 4 lastpaar, net zoals dit. Dat is een stukje bankje, hè? Dan zitten we allebei te rijden. Dat denk ik maar. Dat zie je allemaal niet op. Set up, Vandal.
Meneer, mag ik u wat vragen? Wat is uw misdaad geweest? Ja, de taakstraf? Dan... Dat weet ik niet. Wat? Dat weet ik niet. U hebt een taakstraf en u weet niet wat u hebt misdaan. Nou, bedankt voor het kijken tot zover. We gaan hier voorlopig nog heel even door met alle wedstrijden. We hebben een goede impressie gekregen van alles wat er vandaag gedaan wordt. Wellicht niet alles helemaal op beeld kunnen brengen, maar je hebt gezien dat er van alles te doen is. We gaan nog even door. Er zal ook vanavond laat nog een prijsuitreiking zijn voor degenen die het beste gepresteerd hebben. Ondertussen speelt ook de band in de tent. Dus ik wou daar op af. Kijkers bedankt en tot bij de volgende Gildedag. Tot ziens.